Als je een rap wil gaan maken, heb je natuurlijk eerst een beat nodig. Die kun je zelf maken als je handig bent in GarageBand. Maar ik ben dat niet, dus ik moet dan altijd op zoek naar een rap. Daarvoor open ik Safari en dan ga ik op zoek naar YouTube. En op YouTube zoek ik op rap beat. En je ziet, ik krijg er al een heel aantal in beeld. Enter. En ik zie er hier een die ik aan kan klikken. Oké, dat lijkt me wel wat. Dan moet ik die beat nog op een harde schijf krijgen. Daarvoor heb ik een programmaatje. Wondershare Free YouTube Downloader. Daarmee kan ik dat bestand op mijn computer krijgen. Ik ga op download staan. Kies hier. Enter URL. Dan moet ik dus die URL die ik hier heb even kopiëren. Appeltje C. En ik ga terug naar het programma waar ik mee bezig was. Dat was YouTube Downloader. En hier plak ik hem in. Appeltje V. Oké. En het bestand wordt hier gedownload. Dan is er één nadeel bij de free versie. Dus de niet betaalde versie. Maakt hij er een flashbestand van. En dat kunnen we niet bewerken in GarageBand. Dus daar moet nog een trucje aan te pas komen. Bestand gedownload. En dat komt dan in een bepaalde map in je movies te staan. Dus in je user ga je naar de movies. En dan zie je hier staan de rap die je net gedownload hebt. Daar staat hij. Dan moeten we hem nog gaan converteren. Daar hebben we het programma Smart Converter. En Smart Converter is ook weer een gratis programma. Die moet je dus ook nog even downloaden. En je hebt er een aantal keuzes. Zoals je ziet, je maakt er een QuickTime van. Convert voor QuickTime. En het enige wat je hoeft te doen, is het bestand wat je net gedownload hebt, daarop slepen. Je laat hem los. En hij wordt... Het duurt 3 minuten en 55 seconden en dan is die omgezet in een QuickTime film. En dan even kijken waar die staat. Je hebt daar dus weer een map in je movies gekregen en die heet Smart Converter. En daar staat het QuickTime bestand van je rap. En daarmee kun je verder aan de slag. GarageBand is geopend. En we kunnen hier de keuze maken en we kiezen een voice. En dan kunnen we gaan zeggen waar we hem willen gaan opslaan. We noemen hem onze rap. Geef hem ook nog eventjes een naam dat jullie hem kunnen herkennen. Je kan hier het tempo en de toonhoogte en allemaal dingen invullen waar ik niet zoveel verstand van heb. Wat wel belangrijk is, dat je weet waar je hem opslaat. Je kan hem in de map biologie opslaan. Ik sla hem nu eventjes gewoon op mijn desktop op zolang. Kies op create. En dan kom je in het GarageBand een venster. Dan ga ik op zoek in mijn downloads folder naar het filmpje wat ik gedownload had. Dat pak ik op. En dat sleep ik hier naartoe. Dan zie je dat er een groen plusje ontstaat. En dan laat ik los. En dan wordt de film aangemaakt. Je ziet de movie track hier komen. Die wordt paars. Daar gebeurt het nou mee. Dan komen de kleine plaatjes te zien. De thumbnails. En nu kunnen we verder. Als je op de recordknop drukt, dan kun je gaan opnemen.
Dit is de rep van de plant. Hij gaat niet aan de kant, want hij groeit niet op het strand. Omdat je met mensen samenwerkt, zul je er nog wel een trek bij willen maken. Als je kijkt, heb je hier het trekmenu. Nieuw track. Een real instrument. Create. En dan hebben we hier nu er een staan. No effects. Maar we gaan naar vocals. En dan kies je een. Bijvoorbeeld een male dance vocal. En dan is die hier al veranderd, zie je. In de track die je hebben wil. En dan kun je ook die gaan opnemen. Nou, als je helemaal tevreden bent over je rap, dan moet je natuurlijk nog je rap gaan exporteren. En je moet er een mp3 van maken. En dat kan nu nog niet, want je hebt er een movie track in staan. Je selecteert de movie track. En je gaat naar boven. Weer naar het trackmenu. En daar staat delete track. Dan krijg je de waarschuwing, maar we doen het niet zomaar. En nu kunnen we gaan delen. Share. Exporteren. En dan hebben we hier de keuze. Standaard staat die op AAC encoder. Maar wij willen de mp3 hebben. Die selecteer je. Export. En dan kun je gaan kiezen weer waar je hem wil hebben. Nou, op de desktop. Hij heet biologie. En we mogen er beste extensie achter hebben. mp3. En je klikt op save. En dan heb je een bestand wat je kunt gaan inleveren. Veel succes met jullie rap!